Nou, fantastisch. Tess, succes! Proef 2 gaan wij voorlezen zo. Kim leest hem in het origineel en ik doe gewoon eventjes de overvoice, omdat er te veel bijgeluiden zijn. We beginnen met AXC binnenkomen in arbeidsdraf. Ze krijgt een 6, tweede deel naast de AC-lijn. Dat was de eerste keer ook al zo. Vervolgens gaat ze bij E afwenden. En arbeidsstap. En hier krijgt ze een 7 voor. B op de rechterhand in arbeidsdraf. Een 6. En hier staat wending voorbereiden. Ze rijdt nu naar de grote volte van AXA grote volte. Hier krijgt ze een 6 voor. Minder de hoek inrijden staat hierbij. Dat is overigens natuurlijk een andere jury als proef 1. Wel op dezelfde dag. Dus je gaat van de ene ring zo op de andere ring in voor je tweede proef. Hier rijdt ze dus te veel de hoeken in. Nu gaat ze tussen A en K de overgang naar stap maken. En hier krijgt ze een 7 voor. En dan krijgt ze KEB een halve grote volte. En na enkele passen het paard de hals laat strekken. Hier krijgt ze een 5 voor. Bij E halve volte staat er. Nou. Oké. En dan krijg je voor B teugels op maat maken. Deze hele oefening is 1 punt. Dan tussen F, A, K arbeidsdraf. Dus dat is op de korte zijde van A. Hier krijgt ze een 7 voor. Daarna krijg je KXM van hand veranderen. En bij M moet je gaan doorzetten. Hier krijgt ze een 7 voor. Nou, bij C krijg je dan een grote volte. En dan moet je in arbeidsgalop links aanspringen. Hier krijgt ze een 6 voor. Als je dan weer bij C komt, dan moet je de hoefslag gaan volgen. En dan moet je overgaan maken naar arbeidsdraf. En hier krijgt ze een 7 voor. En dan moet je voor E arbeidsstap. En ook hier krijgt ze een 7 voor. Voor E arbeidsstap en dan EF van hand veranderen. En dan vervolgens bij F arbeidsdraf doorzitten. Dus eigenlijk doe je dan op de andere hand precies hetzelfde als op de vorige hand. En hier krijgt ze een 7 voor. Bij A mag ze op de grote volte en dan mag ze weer arbeidsgalop, in dit geval rechts aanspringen. Ze krijgt hier een 6 voor en er staat bij let op stelling. Je ziet ook dat Sterre haar hoofd omhoog gooit. A hoefslag volgen en arbeidsdraf. En daar krijgt ze een 6 voor en er staat bij meer op je zit. Voor E arbeidsstap, daar krijgt ze een 6,5 voor. En dan mag ze bij E afwenden en dan bij B op de linkerhand en arbeidsdraf. Voor deze oefening krijgt ze een 7. Nu gaat ze naar CXC grote volte. Daar krijgt ze een 5 voor. Beter verdelen en minder de hoek in. We hebben natuurlijk de hele tijd gehamerd op de hoeken doorrijden. Alleen moet je bij volte juist niet de hoeken doorrijden. Dus daar moet ze nog even aan wennen. En rijdt dus te veel de hoeken door. Geeft niks. Vervolgens gaat ze HXF van hand veranderen. En hier heeft ze een 8 voor gekregen. Dus die was wel heel goed. Even kijken wat dan heel goed gaat. Nou ja, het ziet er in ieder geval gewoon netjes en rustig uit, denk ik. Ik ben geen jury, dus het is een 8 waard in ieder geval. EB mag ze dan een halve grote volte gaan doen. Daar krijgt ze zometeen een 6,5 voor. En daar staat bij let op stelling. Dus EB de halve volte. Klein stukje rijdt ze door.
Daar komt ze. En te weinig stelling. Nou, tussen F en A, dan arbeidsstap, krijgt ze een 7 voor. A, afwenden, halt houden en groeten. En dan krijgt ze een 8 voor. Dus gaan even kijken hoe ze keurig afwendt. En dan tussen X en G, gaat halt houden. Gaat ze halt houden en groeten. En dan zit ook deze proef er weer op. Ik zal in het commentaar hieronder of in de beschrijving nog even de rest van de cijfers neerzetten. Er staat wel alvast bij. Leuke combinatie en netjes gereden. Succes! Tessa, fantastisch. Ik moet zeggen, het zag er heel moeilijk uit. Maar ja, netjes gedaan, Tess. Oké. 10 punten. Oké.